Ronald Naar was een uitgesproken man met een uitgesproken mening. Een enorm goede sportman. Ondanks zijn knieoperaties ging hij door en door. Hij was een eenzame man op de top. Je moet af en toe in je leven dingen wagen die je misschien gevoelsmatig liever niet zou doen. Bergbeklimmer en avonturier Ronald Naar is in China overleden. Rob Hamming, jij kende hem heel goed. Je bent een aantal malen met hem op pad geweest. Ja, en dat waren allemaal zware tochten. Want Ronald hield van grote uitdagingen, zoals je weet. Ja. Een van die prachtige tochten die we hebben gemaakt is skiën in Irak. Tussen de landmijnen door hebben we een berg eerst opgeklommen en daarna zijn we die afgeskiet. Ronald werd gewaarschuwd door de lokale overheid dat het niet mocht, maar we gingen het toch gewoon doen. Ja. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk, want er stonden van die kleine bordjes met doodskoppen, landmines. En Ronald moest er altijd om lachen en iedere keer als hij dan zijn stok in de sneeuw stak en hij hoorde een harde tik, dan zei hij, zou het een rots zijn of een landmijn? En dan zei ik, een landmijn. En dan zei we hebben weer mazzel gehad. Dat is een geweldige vent. Ja, en je bent ook met hem naar Suriname geweest? Ja. Op zoek naar een ei? Nou ja, dat was een steile rotswand, een granieten steile rotswand. Midden in de jungle van Suriname. Daar hebben we 2,5-3 weken over gedaan om die wand te vinden. En daar lag een enorm ei op. En dat werd door de lokale Indianen het duivelsei genoemd. Ja, en hoe heb je die tocht gemaakt? Hoe kon je overleven in de jungle? Ja, dat ging via koryalen, stroomversnellingen af, lopen, heel veel gelopen. Veel afgevallen, Ronald was daar erg blij mee, want hij vond dat hij iets aan de dikke kant werd. Mm. En, we zijn allebei 7 kilo afgevallen. Ja, maar ja, in de jungle, waar leef je dan van? Ja, eerst die rivierdelen, dat was heel mooi natuurlijk. Je hebt daar vissen, piranha's, anjumara's. Je schiet af en toe een lizard, een kameleon. En dan hoop je maar dat er eitjes in zitten. Dat kun je die ook oppeuzelen. Maar eenmaal op het land wordt het eten heel erg schaars. En dan heb je geluk dat je één keer per 3-4 dagen een bosvarken schiet. Ja, maar hij was natuurlijk een groot avonturier. Maar eigenlijk is hij vooral bij het grote publiek bekend geworden als bergbeklimmer. Ja. Wat was zijn... Zijn verdienste. Groot... Ja, op jonge leeftijd beklom hij extreem moeilijke bergen. Hij was ook de eerste Nederlander die de Seven Summits heeft beklommen. Dat zijn de 7 hoogste toppen op ieder continent. Ja. En daarna heeft hij natuurlijk de grootste uitdaging voor iedere bergbeklimmer, de K2, heeft hij beklommen. Ja. En deze tocht naar de Cho-Oyu. De fatale tocht. De fatale tocht. Dat was weer een enorme uitdaging voor hem. Zeker op zijn leeftijd, 56 jaar. Ja. Een reus van meer dan 8000 meter beklimmen. Hij schreef mij nog daarover een e-mailtje, net voordat hij vertrok. Ja. En niet doorvertellen, als ik het haal, ben ik meteen weer de Nederlander met de meeste hoge bergen op mijn naam. Dat vind ik als sportman natuurlijk wel een leuke bijkomstigheid. Ja. Nou. Hij laat een vrouw en 2 kinderen na. Ja. Hoe zullen wij Ronald Naar over 10 jaar herinneren, denk jij? Ronald Naar was een uitgesproken man met een uitgesproken mening. Een enorm goede sportman. Ondanks zijn knieoperaties ging hij door en door. Voor zijn kinderen was hij een geweldig goede vader. Erg sportief, maar ook erg uitgesproken. Maar hij was een eenzame man op de top. Ja, want wat was nou zijn drijfveer eigenlijk? Waarom deed hij dit allemaal? Ja, hij had wiskunde gestudeerd. Hij was in de wieg gelegd om leraar te worden. Ja. En toen zei hij, nou, al die ambtenaren en managers, daar had hij helemaal niks mee. Ja. Dus hij wilde de top en de natuur in. Dat vond hij het mooiste wat er was. Hij wilde letterlijk de top bereiken. Altijd de top bereiken. Het was nooit goed genoeg. Enorme perfectionist, zowel in zijn fotografie als al die boeken die hij heeft geschreven. Het moest kloppen tot in detail. Ja, oké. Dankjewel.